gehad als ik dan nu hier zo kijk en stel dat het is goed, dat vind ik dat tof om het mooi aan te vinden. Ja. Ik heb een jaar geleden met een tablet geschopt toen ik naar Amsterdam ging. Dus ik moest checken dat ik iets goed Maar toen was het ik denk dat ik nog 9 scrollen dat ik daar ook allemaal uitkom, zeg maar. Die om de week krijg je nieuwe levering, maar zijn 9 antieke, 30 nieuwe soorten. Ja, dan krijg je een dikke die. Nee, dat moet je stoppen, zeggen. Maar ja, dat is een zonde. Gelukkig weet ik dat scoop daar binnen jouw marge valt. Dat, Maar Glenn en Thijs, goedemiddag jongens. Hey. Goedemiddag. Glenn, ik begin even bij jou, want we hadden een tijd terug al contact over de biercollectie van de Spar. Dat is redelijk bijzonder. Je hebt heel wat meters gemaakt. Ja. Maar Thijs staat hierbij. Nou, Thijs kennen de meeste Middelburgers als een barman van 77. De mensen die in 70 kwamen dat toch. Maar die staat nu met een jas aan van Texels. Ja. Nou, dat vond ik dus een leuke combinatie, want jij bent vertegenwoordiger geworden. Hoe zit dat? Sinds afgelopen januari. Van Texels. Texels, ja, ik zei ja, sorry. Ja, sinds afgelopen januari ben ik vertegenwoordiger voor Texelse bierbrouwerij in Zeeland. Een Zeeuw die Waddeneiland bier verkoopt, hoe moet ik dat zien? Qua karakter en uitstraling past het perfect bij. Texelse idee is toch met je kop in de wind, voet in het zand, in het zonnetje of in de herfst, dat dan ook lekker wel machtig bier drinken. Ja, en dat kan in Zeeland natuurlijk net zo goed als op Texel. Ja, en nou ben ik toevallig, ik ben wel een drinker, maar geen bierkenner de laatste jaren van de wijn. Maar dan wil het toeval dat ik op de Schelling was en Texels heb gedronken. En dan had ik een skuumkop, dat is toch Texels? Ja, skuumkoppen, ja, zeker. En dat vond ik erg lekker bier. Dus in die zin, dan kan ik de promotie gewoon geloven dat het goed bier is. Maar Glenn, hoe zit het nou met jou? Want je liet net al zien en je bent naar, hoeveel meter bier heb je? Nou, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 meter ongekoeld en 2 meter gekoeld. Ja, en dat begint met een rijtje Zeeuws. En dat was toen je opende, was je daar allemaal bezig. Maar je hebt ook Iers bier. Je hebt... Ja, maar hier zijn we mee begonnen inderdaad toen we open gingen. En toen hadden we gewoon de standaard speciaal bieren als Latrap, Leffe, etc. Uiteindelijk wilde ik alle Zeeuwse brouwerijen. Had ik nog geen brouwerij Kees. Dus contact met brouwerij Kees opgenomen en wilde graag ons leveren. En toen zagen we eigenlijk dat er een ander soort speciaal bier liefhebber bij ons in winkel kwam. En merkte dat er ook echt markt voor was hier in het centrum Middelburg. Voor goede speciaal bieren. En eigenlijk vanuit daaruit zijn we gaan uitbreiden met andere bekende brouwers als Frontaal en de Moersleutel en noem het allemaal op. Ja, ik ken ze eerlijk gezegd niet allemaal, maar je zei er net ook al dat je bent ook een certified... Verified venue op Untappd. Untappd, en dat is een app waar echte bierliefhebbers altijd inchecken met het bier. Ja, eigenlijk bouw je eigen bier encyclopedie, zo moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ieder bier wat je drinkt, kan je inchecken, kan je foto van maken, kan je een smaakprofiel geven, kan een verhaaltje bijzetten. Ik kan een rating geven, zodat... mocht je hem ooit nog een keer drinken, dat je het in ieder geval terug kan vinden, weet je hoe ze me dat bevallen. Ja. Vandaar zijn we door gaan bouwen en eigenlijk hebben we ook hele mooie vat geruite bieren staan. En laatst heb ik ook een mooie collectie Iers import bier kunnen tikken. Voor bieren die 12 maanden geruimd zijn op whiskyvaten, daar moet je wel liefhebber voor zijn. Of in ieder geval een soort van kenner. Ja. Maar die komen inmiddels ook bij ons in de winkel. Maar nu ben ik natuurlijk heel geïnteresseerd, want Thijs, jouw taak is het om natuurlijk bieren te verkopen in Zeeland. Ja. En hoe interessant, want jij gaat ook langs strandzaken, langs cafés in Middelburg, maar supermarkten ook. Nou ja, de trend, door de lockdown, is retail natuurlijk alleen maar belangrijk geworden. Je ziet het in supermarkten, je ziet het hier in de Spar. Kijk naar zijn meters, met bier. Het is gewoon de plek waar mensen nu hun biertje halen. Ja. Gelukkig, want ze halen het nog, maar ze genieten er nu thuis van. Ja. En het is alleen een hele goede manier om mensen er wel mee in contact te laten zijn en blijven met speciaal bier. Dus dat is voor Texels net zo goed interessant. Ja. Kijk, lekker jupje, ook altijd gewoon goed. En gelijk koud. Ja, precies, dat is ook een ding, hè, bij jullie. Ja, het is wel duurder, maar dat nemen best veel mensen mee, hè? Ja, weet je, kijk, wij staan als winkel natuurlijk voor een gemakswinkel. Dus wel zeggen, kijk, als je net vrijdagmiddag borrelt, dat zou je nu, de tijd dat wij hier staan, wel gaan zien. Mensen willen even een tap als een chipje, maar willen ook gewoon lekker een koud flesje water, een koud flesje bier. Dus daar zeg maar eigenlijk al onze IPA's en dergelijke aan bieren, maar ook gewoon de blonde bieren. En eigenlijk alles wat in blik staat en geen donker bier, dus proberen we koud te zetten in de koeling. Ja, dit is een mooie toevoeging op, ook mijn eigen hobby. Maar we zien ook gewoon dat de markt is. Kijk, als het stil zou staan, als we constant over datum gaan, zou ik er niet aan beginnen. Maar zeg, we merken gewoon dat mensen die in de binnenstad wonen of rondom centrum Middelburg, het gewoon fijn vinden als een locatie waar ze mooie bieren kunnen halen. Ja. En daar proberen we een beetje op in te springen. En natuurlijk, je hebt nog speciale. Kijk, zelf ga ik voor echt speciaal bier, echt speciaal. Ja. Om de Ace Drinks bijvoorbeeld. Maar je kan natuurlijk ook niet halen. Maar dan is het wel mijn vraag dan. Kan je skuumkoppen kwijt of andere bieren van Texels? Ik hoorde net dat er skuumkoppen in blikken eraan zitten komen. En dat is wel iets wat voor mij heel interessant is. Want ik kan het in de koeling presenteren. En zeker in het seizoen straks, mensen komen vaak soms voor ze aan het strand gaan, bij ons even dingetjes halen, maar ook gekoelde drank die ze gelijk in de koelbox kunnen zetten. En mijn inziens is bier in blik de toekomst.
Want we zitten natuurlijk als citylocatie vaak... Ja, maar dat doet dus die brouwerij Kees. Die heeft ook vooral blik of alleen blik. Ja. En je ziet ook net zoals hier frontaal alleen maar blik. Ik vind het ook altijd lekker, blikbier. Ja, sowieso. Het hele verhaal van blik, het goedkope uitstraling van blik gaat er natuurlijk af. Ja. Want jullie zeggen, alles is tegenwoordig in blik. Nou, met schuimkoppen gaat Texels, dat is vers van de pers, dat weet ik 2 weken zo gezegd. Dus ik heb hier nog een soort primeur? Ja, je hebt nog een primeur te pakken ook. Wij gaan met schuimkoppen nu ook naar blik. En of we alles op blik gaan doen, geen idee. Maar ik persoonlijk denk ik dat dat wel de toekomst is, dus dat we daar echt wel naartoe gaan. Thijs, gaat voor de rest goed mee? Ben je blij met je nieuwe baan? Ja, heel erg blij. Zeker weten. Ja, nou, tof. Maar je bent veel op de weg nu en dat soort dingen. Ja, ik zit veel in de auto. Ja. Dat is wel even wennen in plaats van alles op de fiets doen. Maar het bevalt heel erg goed. Dus, nou, goed om te horen. Nou, dan hier ook nog een klik. Dus ik wens jullie een mooie samenwerking, heren. En tot de volgende. Drinken we er eens eentje.